Welkom bij Koken met Kennis. Vandaag ga ik een chocolademousse maken zonder dierlijke producten. Nou, waarom zonder dierlijke producten? Dat komt omdat ik een tijdje vegan ben. Als experiment voor mezelf, voor mijn energie. Nou, dat gaat helemaal goed tot nu toe. Ik voel me topfit. En daarnaast als uitdaging in de keuken. Want omdat ik opeens heel veel dingen niet meer mag, moet ik extra hard gaan nadenken over hoe ik dan wel bijvoorbeeld een lekkere chocolademousse ga maken. Nou, ik stuit tegen allemaal nieuwe ingrediënten aan, nieuwe kooktechnieken. En die wil ik graag met jullie delen. Hoe maak je nou luchtige chocolademousse zonder eieren? Normaal gebruik je daar eiwitten voor, maar je hebt ook iets wat heet aquafaba. En dat is eigenlijk het kookvocht van peulvruchten. En kikkererwten die werken naar mijn ervaring het best. Dus ik heb hier gewoon een blikje kikkererwten. Daar haal ik het vocht uit. En dit vocht, die aquafaba, die kan ik net zo luchtig slaan als gewone eiwitten. Nou, ik heb de machine al klaarstaan, dus ik giet dit in de machine. En ik heb hier wat zoet. Ik ga er twee maken vandaag. Ik doe er een beetje agavesiroop bij, want ja, honing kan ik niet gebruiken als vegan, want honing is natuurlijk ook een dierlijk product. Nou, nu kan de machine aan. En kan ik dit gewoon luchtig gaan draaien als eiwitten. Nou, kijk wat er gebeurt. Daar komt het eerste schuim al. Nou, kijk, je ziet hij wordt nu al dikker, want hij geeft wat sporen nu. Hoe zie je nou of hij dik genoeg is? Kijk, dan moeten er echt punten op blijven staan. Dus hij mag nog iets dikker. Het duurt overigens wel langer dan bij eiwitten. Dus je moet gewoon rustig geduld hebben. Het wordt vanzelf dik genoeg. Kijk, ik zet hem nog even aan. Je ziet die sporen al wel. Maar hij moet nog een paar minuten draaien. Nou, ik vind hem dik genoeg. Ik heb hier al chocola gesmolten. In deze chocola zitten kleine sinaasappelstukjes. Je kan het recept natuurlijk nalezen op mijn site. En die chocola, ja, die gaat er nu gewoon bij. En that's all it is. Zo simpel is het. Ik neem de helft van de chocola, want de andere helft heb ik voor mijn andere mousse nodig. En een beetje aan de rand van de kom, want anders spat al je chocola alle kanten op. En zo simpel is die chocolademousse. Kijk, zodra die chocolade erbij komt, dan wordt hij meteen een stuk dunner door de warmte van de chocola. Maar als je dan een tijd laat draaien, zeker 5 minuten, dan stolt die chocola en dan wordt hij vanzelf dikker. En dat stollen kan je versnellen door er een natte doek omheen te houden. Nou, je ziet alweer, hij trekt alweer sporen, dus ik heb hem al een tijdje laten draaien. Hij wordt ook wat lichter naarmate je hem langer draait. Dat komt ook door de luchtbelletjes die erin komen. En nou, hij is nog niet dik, maar dat gaat zo in de koeling gebeuren. Dus ik doe hem zo in een paar pakjes en dan zet ik hem in de koeling om op te stijven. Nou, dat is één vegan chocolate mousse. Super simpel!